Hallo, je hebt vast wel gehoord van het elektron. Neutrino misschien ook nog wel, maar al die andere deeltjes. Al deze deeltjes, dat zijn zogenaamde kwantumdeeltjes. Daar gaan we het over hebben. Over opgesloten kwantumdeeltjes. We bekijken even het elektron. Die is opgesloten en die is opgesloten in een atoom. Ja, hij zit opgesloten. Waarom? Er is een positieve kern in het midden, het proton. En die trekt het elektron iedere keer terug. Ja, hij probeert weg te komen, maar nee, hij blijft weer stilstaan en zal weer teruggaan. Hetzelfde gebeurt met een skater. Ja, ook hier. Hij gaat iedere keer weer omhoog, maar hij wordt iedere keer weer door de zwaartekracht teruggetrokken. Dat komt natuurlijk door energiebehoud. Energiebehoud is dat de hoogte-energie en de kinetische energie iedere keer constant is. Althans, als er geen wrijving is, daar gaan we in vanuit. Je kunt zo'n skater ook gewoon horizontaal heen en weer laten gaan. Zolang er geen wrijving is, is natuurlijk ook hier energiebehoud. Maar de hoogte hier verandert niet. Dus als ik die gewoon zeg van jongens, daar is de hoogte 0, dan heb ik dus ook geen hoogte-energie. En dan heb ik dus een constante kinetische energie overal. In plaats van een skater kun je ook daar een elektron voor doen. Een elektron die maar heen en weer gaat in het atoom. Ja, dus je krijgt deze situatie: een elektron bewegend tussen twee vaste uiteinden. Maar dit is nu een deeltje. Je kunt echter ook een elektron als een golf opvatten. En wat krijg je als je golf tussen twee vaste uiteinden inklemt? Precies, dan krijg je zoiets moois. En dit noemen we een staande golf. Staande golf, ja, dit zou de grondtoon kunnen zijn. En je hebt ook boventonen. Ja, eerste boventoon, tweede boventoon en zo zou je verder kunnen gaan. De basisvorm, de grondtoon, die noemen we NS1 en zo gaat ieder niveau eentje omhoog. Dit is, hè, kijk even naar het onderste voor NS3. Als je dat een beetje vergelijkt met het interferentiepatroon, dan zie je dus dat er een waarschijnlijkheid is. Ja, de golf is een waarschijnlijksverdeling, hebben we gezien. Oftewel, als je naar de waarschijnlijkheid kijkt per golf, ja, eventjes indelen, dan zie je dus die rode lijn, ja, die geeft aan hoe waarschijnlijk het is om het elektron ergens aan te treffen. Ja, betekent dus dat in deze situatie, in zijn grondtoestand, je de grootste kans hebt om het elektron hier aan te treffen. En eigenlijk nul om het echt tegen de wand aan te treffen. Ja, voor de eerste aangeslagen toestand heb je dus dat je in het midden hem eigenlijk niet aantreft, maar daar of daar wel. En zo kun je dus iedere keer doorgaan. Dus een elektron die opgesloten zit in een ruimte met een breedte L, kan zich niet willekeurig gedragen omdat hij een golfkarakter is. Ja, in zijn grondtoestand moet hij wel een halve golflengte in die lengte laten passen. Of in zijn eerste aangeslagen toestand moet het gelijk wezen aan één golflengte. Of anderhalf golflengte in nog een toestand hoger. In het algemeen moet het dus dusdanig zijn dat de lengte die moet gelijk wezen aan een geheel aantal keer de halve golflengte van het elektron. En die golflengte hier van het elektron, daar weet je een uitdrukking voor. Want de golflengte is de Broglie-golflengte. En daar gold voor: golflengte is constante van Planck gedeeld door impuls. En impuls is m keer v. Dat heeft te maken met de energie. En daar wil ik naartoe. We gaan eventjes een beetje spelen met dit spul. Ja, ik ga nu de golflengte hier invullen. Dus lambda vul ik daarin. En als ik dat doe, dan krijg ik een uitdrukking voor de lengte. Maar ik wil naar de impuls dus. Ja, ik vul het in. En krijg ik dus dat de impuls gelijk is aan een geheel getal maal wat hier staat. En ik wil tenslotte naar energie toe. Wat is de energie van een elektron in zo'n opgesloten toestand? Die is gelijk aan de kinetische energie. Dus kinetische energie is een half mv kwadraat. Kijk, daar staat een half mv kwadraat. Hè? Dus eventjes hier. Ja, m maal v is impuls. Dus wat doe ik nu? Ik ga dit een klein beetje schrijven. Ik ga het maal m doen.
Dan krijg ik dus m kwadraat v kwadraat. En ik deel het nog een keer door m. Dus dit is inderdaad precies hetzelfde. Maar m maal v is impuls. Dus dit is hetzelfde als impuls in kwadraat gedeeld door 2m. Dus de energie, kinetische energie, maar gewoon de energie, is gelijk aan p kwadraat gedeeld door 2m. Nu vul ik deze p, vul ik daarin. Dus dit in het kwadraat vul ik daarin. Als ik dat doe, dan krijg ik dit. De energie is dan gelijk aan, ja, ik vul het in, dus n kwadraat, nou een behoorlijk hoeveelheid tekst. Ja, en dat betekent dat de energie is gelijk aan n kwadraat maal h kwadraat gedeeld door 8ml kwadraat. Behoorlijk ingewikkelde formule, gelukkig, hij staat in binas, dus het scheelt. Belangrijk is echter dat je inziet dat de energie van een elektron nooit een willekeurig getal kan zijn. Immers, de energie van een elektron is een geheel getal in kwadraat maal een constante. Dat betekent dus dat als je de energie ophoogt, dat het altijd in stapjes wordt opgehoogd. We zeggen dan ook dat de energie van het elektron is gekwantificeerd. En de laagste energie van het elektron, die krijg je als je voor N1 invult. En dat noemen we de grondtoestand van het elektron. Alle toestanden daarboven, dat worden de aangeslagen toestanden genoemd. Een getal 1, dat stelt het energieniveau voor. Er is wel één ding wat we tot nu toe iedere keer hebben aangenomen. En dat is dat de kinetische energie van het elektron constant bleef. Dat is natuurlijk niet echt zo. Maar kijk, het elektron zweeft rond proton, maar hij krijgt meer energie omdat hij aangetrokken wordt door proton. Maar als hij dus weer weggaat, dan wordt hij weer teruggetrokken door het proton. Oftewel, de kinetische energie van het elektron is niet constant. Er is nog een andere energie aanwezig en dat is de elektrische energie. Die zorgt ervoor dat de proton iedere keer het elektron weer aantrekt. En elektrische energie is gelijk aan een constante gedeeld door R. Dus omgekeerd recht evenredig met de afstand. Maar let op, het is wel negatief. Elektrische energie is gedefinieerd altijd als negatief. Hetzelfde is trouwens gedaan met bijvoorbeeld gravitatie-energie. Ik hoop dat je dat nog herinnert. Buiten het alles geldt natuurlijk steeds de wet van bouw van energie. Dus de kinetische energie is nu niet iedere keer constant, maar kinetische en elektrische energie samen is nog steeds wel constant. Wat houdt dat in? Nou, stel je voor, we hebben proton en het elektron, die brengen we ontzettend dicht in de buurt. Oftewel, die afstand die is praktisch nul. Dat betekent dus dat dan de elektrische energie ontzettend groot wordt, want je deelt door een getal wat bijna nul is. Het is wel ontzettend groot, maar wel negatief vanwege het minteken hier. Dus de elektrische energie die wordt dan bijna min oneindig. Hij nadert min oneindig. Goed, als het elektron nou iets verder weg gaat, dan zal dus R gaan toenemen. En als R groter wordt, dan wordt dus de elektrische energie minder groot. Maar minder groot, wel nog steeds negatief. En als het elektron nog verder weggaat, ja, dus hij gaat ontzettend groot worden, oftewel R die wordt oneindig groot, dan zal de elektrische energie naderen naar nul. Ook hier, ik hoop dat je nog herinnert dat voor gravitatie-energie hetzelfde was. Gravitatie-energie werd gedefinieerd dat die oneindig ver weg nul was. En dat wordt dus ook met elektrische energie gedaan. Oneindig ver weg, dan is de elektrische energie als nul gedefinieerd. Wanneer kun je nu zeggen dat een elektron vrij is van het proton? Oftewel, wanneer kan het elektron ontsnappen? Nou, dat is dus mogelijk als het elektron geen invloed meer ondervindt van het proton. Dus die elektrische energie moet nul wezen. En als op dat moment hij nog wel sneller genoeg heeft om weg te komen. Oftewel, de kinetische energie moet nog wel groter wezen dan nul. Nou, als je dat combineert met dat de kinetische energie plus de elektrische energie constant is, dat betekent dus dat wanneer
Is er ontsnapping mogelijk? Dat is als de kinetische energie plus de gravitatie samen groter is dan nul. Dan is er ontsnapping mogelijk. Goed, even kort samengevat. Het proton en het elektron vlak bij elkaar in de buurt. Dus afstand praktisch nul. Dan heeft het dus een ontzettend grote maar negatieve elektrische energie. En is het elektron ver weg? Ja, dus is de afstand vergeleken met de afmeting van het proton en elektron oneindig groot. Dan is de elektrische energie nul. En natuurlijk, het is een ruimtelijk iets. Dus het elektron kan aan alle kanten zitten. En aan alle kanten ver weg is de elektrische energie nul. En het elektron kan ontsnappen als er geldt dat de kinetische energie plus de elektrische energie samen groter dan nul is. Goed, even een grafiekje. Ja, de elektrische energie verticaal, alleen maar het negatieve gedeelte, want elektrische energie is per definitie negatief. En horizontaal de afstand van het elektron tot aan het proton R. Natuurlijk het elektrische veld als eenheid elektrovolt. En als je dus R ontzettend klein neemt, zal de elektrische energie ontzettend groot maar negatief worden. En als R ontzettend groot wordt, wordt de elektrische energie praktisch nul. In de grafiek krijg je dus zo'n prachtig mooi gebogen lijn 1 gedeeld door R. En er is symmetrie, dus aan de andere kant krijg je eenzelfde mooie gebogen lijn. Goed, stel je voor, je hebt het elektron en dat wordt aangetrokken door het proton. Dan zou je zeggen, nou aantrekken, we gaan erheen en je valt in die oneindig diepe put, maar je wordt aangetrokken. Waarom gebeurt dat niet? Nou, een elektron is geen deeltje, maar een golf. En die heeft een golflengte, betekent dus dat het een bepaalde afmeting heeft. En ja, hij blijft gewoon in feite zitten in die put. Hij heeft een bepaalde afmeting minimaal nodig. Oftewel, hij heeft een bepaalde nulpuntsenergie. En dat hebben we natuurlijk zo net ook al gezien. Hè? Het elektron kan maar een bepaalde energie hebben en lager kan hij niet zitten. Kun je ook zeggen van, hey, nulpuntsenergie betekent dus een minimale afmeting. Klopt. En die minimale afmeting, dat noemen we de boorstraal. Ja, dat is dus de kleinste afstand die het elektron kan hebben ten opzichte van het proton. Voor het waterstofatoom is het nulpuntsenergie min 13,6 elektrovolt. En de boorstraal, die is, daar staat hij, 5,29 × 10⁻¹⁻ meter. Dit zijn allemaal gegevens die heeft men theoretisch bepaald. En die boorstraal komt inderdaad keurig overeen met de afmeting van het waterstofatoom. Dus de theorie en de praktijk komen gelukkig met elkaar overeen. Wat nu als de golflengte toeneemt? Nou, je ziet dus, als de golflengte toeneemt, dan neemt de elektrische energie in feite gewoon ontzettend af. En dat is natuurlijk ook niet echt gezond. Je ziet inderdaad dat de afmeting veel te groot wordt. Oftewel, de golflengte van een elektron mag niet te groot worden. Je kunt ook zeggen van, oké, stel je niet voor dat de golflengte kleiner wordt. Ja, iedere keer kleiner, kleiner, betekent dus dat hij iedere keer dieper en dieper in die put komt. Maar voor de golflengte geldt Broglie. En als de golflengte kleiner wordt, dan betekent dat automatisch dat de snelheid van het elektron groter moet worden. En dat is een beetje tegenstrijdig. Hij gaat iedere keer dichter bij het proton zitten, maar de snelheid wordt iedere keer groter, groter. Dus als je er is, is je eigenlijk meteen weer weg. En dat betekent dus dat de kinetische energie dusdanig groot wordt dat het elektron op den duur kan ontsnappen. Oftewel, de golflengte moet ook niet te klein worden, want anders wordt de kinetische energie te groot. Ja, dus golflengte mag niet te groot worden, want anders wordt de elektrische energie te groot, of anders gezegd, hij nadert dan naar nul toe. Ja, en hij mag ook niet te klein worden,
want anders wordt de kinetische energie te groot en dan kan het elektron gewoon ontsnappen. Goed, het elektron heeft dus een nulpuntsenergie, min 13,6 elektrovolt voor het waterstofatoom, dat is een grondtoestand. Maar heeft aangeslagen toestanden, en die kun je hier ook in kwijt, dan krijg je dus de eerste aangeslagen toestand. He, komt een halve golflengte bij, ziet, komt hij daar terecht. Tweede aangeslagen toestand, komt hij weer iets hoger. En iedere keer komt hij dus zo een klein stukje hoger. En je krijgt dus dan de diverse energieniveaus. We beginnen met NS1, min 13,6. NS2, de energie die daarbij hoort, is min 3,4 elektronvolt. NS3, min 1,5 elektronvolt. Allemaal aangeslagen toestanden van het waterstofatoom in dit geval. Voor die energietoestanden, voor het waterstofatoom, geldt dat de energietoestand gelijk is aan min 13,6 gedeeld door het energieniveau in kwadraat. Let op, alles wel in elektronvolt natuurlijk. Goed, dit was het idee van het elektron in een waterstofatoom. Keurig in een baan rond het proton, alsof het een planeetstelsel is. Dat is dus niet zo. We werken met waarschijnlijkheden. Het elektron heeft niet een bepaalde positie. Nee, er is een waarschijnlijkheid dat je het elektron kunt aantreffen. Een hele mooie opname zie je hier. Een elektron is opgesloten door omheining van atomen. En hierin zie je duidelijk dus het golfkarakter van het elektron in die opgesloten toestand. Oftewel, er is meer dan alleen maar een bolletje wat om een kern heen slingert. Bedankt voor uw aandacht. Tot een volgende keer.